We zijn op dit moment in Walibi Holland en dit park telt 7 operationele achtbanen. En dit is Untamed, de nieuwste achtbaan hier in het park. Maar als achtbaanfan weet je vaak dat een achtbaan in de middag sneller gaat dan in de ochtend. Waar zit dat nou in? Mijn naam is Danny en ik ben op een missie om de wetenschap achter de pretpark te ontdekken. Want achter dit soort achtbanen zitten hele teams klaar van engineers, ontwerpers en deskundigen om jou zo hard mogelijk te laten schreeuwen. De rondetijd van de allereerste rit Untamed was maar liefst 58 seconden. Ik ben benieuwd hoe dat nou echt veel scheelt in de middag. Het heeft iets te maken met weerstand. Om dat uit te zoeken zijn we hier bij Lost Gravity, een Mack Rides Big Dipper model. En best wel uniek van deze achtbaan, aan het einde van die first hop gaat hij maar liefst 87 km per uur. Oprecht een Big Dipper. Hey Jurdan. Hey Danny. Waarom gaan de achtbanen nu in de middag sneller en in de ochtend langzamer? Ja, ontzettend interessante vraag. Dat heeft eigenlijk alles te maken met wrijving. En daar zitten een aantal verschillende aspecten aan vast. Ja. Misschien is het leuk dat we die even uitleggen. Ja, graag. Ja. Nou, eerst even een introductiecursus op het gebied van wrijving. En in het bijzonder de wrijvingskracht. Wat is dat nou? Nou, om dat uit te leggen heb ik hier gewoon even een blokje getekend. En dat bewegen we naar rechts. En de krachten die op dat blokje werken, die staan in dit diagram. We hebben de zwaartekracht omlaag en de normaalkracht omhoog, die ervoor zorgt dat het blokje niet door de grond zakt. En omdat we dat blokje dus naar rechts bewegen, ontstaat er een wrijvingskracht tegen de beweging in. En die wrijvingskracht die werkt eigenlijk op de interface van het blokje met de ondergrond. Nou, waar hangt die wrijvingskracht nu van af? Om te beginnen hangt die af van de normaalkracht. Dus hoe harder we het blokje op de grond drukken, hoe hoger de wrijving. En daarnaast hangt de wrijvingskracht af van wat we noemen de wrijvingscoëfficiënt. Daar gebruiken we de Griekse letter mu voor. Nou, die wrijvingscoëfficiënt, dat is eigenlijk die omvat van welk materiaal het blokje en de ondergrond is. Van ook wat de vorm is en hoe makkelijk die vorm over de ondergrond glijdt of rolt. Maar die wrijvingscoëfficiënt die hangt bijvoorbeeld ook af van de temperatuur. Hoe zit dat dan met achtbaanwielen? Nou, specifiek in het geval van zo'n achtbaanwiel is de koffer heel erg belangrijk. Dus dat is de coating van het wiel. De echte buitenkant. Echte buitenkant. En die wrijvingscoëfficiënt die hangt af van de hardheid van die koffer. Dus als we die koffer van een harder materiaal maken, dan is de wrijving minder. Maar die hangt dus ook af van de temperatuur. Dus als het gedurende de dag warmer wordt, dan wordt dat materiaal ietsje zachter en gaat de wrijvingscoëfficiënt ook omhoog. En hebben we dus meer weerstand. Nou, dat is me allemaal wat duidelijk. We staan inmiddels onder Lost Gravity. Ik heb ook van Walibi 2 potjes olie gehad. Dikke, dunne olie. Hoe zit dat nou precies? Ja, precies. Wat hier in deze bakjes zit, dat is de olie die we gebruiken om de lagers van wielen te smeren. Ja, ja. En dat zorgt ervoor dat alles lekker soepeltjes draait in zo'n wiel. Ja, wat mij opvalt is dat het best stroperig is. Hè? Dik, dus nog stroperiger dan dunner. Ja, precies. Dus eigenlijk hierin zit ook het antwoord op jouw vraag. Ja. Die olie, die stroperigheid of de viscositeit daarvan, ja, die hangt af van de temperatuur. Dus hoe warmer het is, hoe soepeler het draait. Dus aan het begin van de ochtend is het meer zoals dit, ja, dik. En naarmate de dag vordert, het wordt buiten warmer en de treintjes rijden de hele tijd, dan wordt het meer dun. Ja, doe maar, ik denk aan mijn frituurmandje thuis. Als ik daar dus frituurolie in gooi, dan is het nog een beetje klonterig. Zelfs een beetje echt heel stroperig, heel dik. Op het moment dat het 180 graden is en ik kan lekker frituren, dan is het dunner. Ja, precies. Nou, en die viscositeit die is heel erg afhankelijk van die temperatuur. En dus hoe warmer het wordt, hoe meer die viscositeit zakt. En daarmee ook de visqueuze weerstand.
Goedemorgen. Goedemorgen. Wat houdt jouw functie in hier in Walibi? Dat is een heel breed spectrum. Dat is van keukenmachines repareren tot het opstarten van achtbanen. Onder andere Lost Gravity, technische Lost dienst. Ja. Dan weet jij volgens mij alles ook over de weerstand van attracties. Want ik heb gehoord dat in de ochtend achtbanen langzamer gaan dan in de middag. Dat klopt. Kan je daar iets meer over vertellen? Daar kan ik je wel van vertellen, maar dan kunnen we beter eventjes in de onderhoudsruimte kijken. En dat is hierachter, dat toch? Dat is hiernaast, ja. Nou, weet je wat, maak jij je laatste checks even af, dan zien we elkaar daar. Is goed, tot zo. Nou, dit ziet er best wel spectaculair uit, Ron. We staan onder een trein van Lost Gravity. Voertuig, hè? Een voertuig, ja. Ja, zo moeten we het ook noemen, ja. En wat mij gelijk opvalt is dat die hele wielen, die hangen allemaal los hier zo. Ja, dat klopt. Normaal staat de trein, of in dit geval het voertuig, staat op de loopwiel. Ja. En omdat het toch een aantal uren stilstaat per dag, 's avonds en 's nachts, krijg je hier vlakke kanten aan. En dat volgt voor trillingen in de baan. Een soort vierkante wielen. Dat kun je het wel zeggen, ja. Ja. Plus tevens het onderhoud is een stuk makkelijker, hè? Ja, je kunt nu overal bij. Je kan alles zien, voelen. Ja. Het is best wel spectaculair om te zien dat je zo helemaal onder die trein komt. En wat mij ook opvalt is dat het hier best warm is. Klopt, ja. Bij de Express is het een stuk kouder. Ja. En dat is een complete trein. En dit zijn echt korte voertuigen. Die hebben gewoon temperatuur nodig om 's ochtends in een koude baan hun rondes gewoon volledig te halen. En die temperatuur is nodig om die olie, om de smering, om het... De koffers warm te houden. Ook de koffers moeten warm blijven. Ja. Want als je te koude koffers op de baan doet, dan kunnen ze ook daar sneller slijten. Ja, en dan haalt het voertuig de baan waarschijnlijk niet. De wielen van een achtbaan. Help ons even, hoe ziet dat er precies uit? Hoe werken wielen van een achtbaan? Hoe dat eruit ziet? Nou, we hebben een koffer. Ja. We hebben een velg. Ja. Een kern in de velg. Mm-hmm. En het lager. Dat is dit. En dat lager zorgt ervoor natuurlijk dat hij goed kan ronddraaien. Klopt. En wat moet nou precies gevet worden? Dat zijn deze kogels die in het lager zitten. Ja. Omdat dat metaal op metaal is, wil je daar natuurlijk een smering tussen hebben. Je hebt harde koffers en zachte koffers. Ja. Alleen wij als organisatie hier rijden alleen maar met één soort koffer. En wat voor koffer rijden jullie? Ja, dat is een Printane X95 om precies te zijn. Klinkt ingewikkeld. Ja, maar het gaat eigenlijk om, dat is gewoon een all-season band. Een all-season band. Dus eigenlijk, laten we het gewoon hebben over een auto. Je hebt verschillende banden. Je hebt zomerbanden, winterbanden en jullie rijden op een all-season band. Ja. En wat staat, waarom doen jullie dat? Omdat we zijn in de winter zijn we niet geopend. Ja. Dus we hebben geen zachtere koffers voor nodig. En we zijn op de loop der jaren zijn we erachter gekomen dat dit koffer volstaat voor ons voor het hele seizoen. Ja, want het seizoen kan. Hè. Vandaag is het ongeveer 14, 15 graden buiten, maar in de zomer 30 plus. En dan is deze wielcover het beste. Ja, komt voor ons het beste uit de bus, ja. Nou, hoe meten jullie dat eigenlijk op veiligheid? Hoe controleren jullie dit? Nou, we controleren als er geen scheuren in zitten. Mm-hmm. De dikte, daar hebben we een heel mooi malletje voor. Die mag er niet overheen kunnen. Nou, dat gaat volgens mij goed. Dat gaat goed. Dus de diameter van het koffer is nog goed. Want ik hou deze er gewoon eens bij. Dit is een gebruikte wiel. En dat moet je maar eens gewoon zien hoeveel verschil er zit tussen een vers wiel en een afgesleten wiel, als het ware. En jullie meten ook nog de hardheid, toch? Ja, daar hebben we ook weer een mooi apparaatje voor. Ja. Als jij de wiel even vast wil houden. Nou, eens even kijken hoe hard het en koffer is. Wat meten jullie dan precies? De shore, dus de hardheid van het rubberen compound wat erop zit. Ja. Dus het apparaatje, dat drukken we gewoon op het koffer. Ik heb een ander wiel. Ja. Dit is een heel hard wiel. Deze is een echte zwartjekopwiel van de Looping Star in Bobbejaanland nog. Stoer. Ja, nou, ik vind het wel leuk dat ik hem heb natuurlijk, want het is een heel ander soort type plastic. En dan komt als het goed is ook een heel ander... Die is iets harder. En hoeveel komt hij uit? 100. 100. Dus dit is zo'n harde wiel en dit is echt een wat zachte wiel. Maar dat voel je ook, hè? Een beetje met je nagels voel je het toch wel een beetje verschil. Ja, hier met de nagel kan je inderdaad. Nou, dit is gewoon puur plastic. Dit is echt plastic. Dit zal ook kapot springen, sneller kapot springen dan dit in stukken. Ja, dit is dus een wiel van de Lost Gravity. We gaan hem smeren. Kun je laten zien hoe dat precies werkt? Ja, dat kunnen we wel even demonstreren. We hebben hier een smeernippel. Ja. Maar normaal zit natuurlijk een gesloten systeem net zoals hier. Er kan er geen vet in uitkomen, maar er kan ook geen troep inkomen. Mm-hmm. Op het moment dat ik hier op de vetspuit druk geef, komt de vet uitlopen. En dat wil je hebben. Je wilt dat vet tussen die kogels hebben en de schaal van het lager.
Nou, zoals je ziet is het nu gesmeerd. Oh ja. En dan zul je ook zien dat de weerstand van het lager en het wiel, dat is heel anders. Voel het maar. Oh ja, nou wat me eigenlijk, een paar dingen die me nu opvallen is, hij maakt geen geluid. Dat is goed. Het is heel stroperig. En als de temperatuur dus hoger wordt door de wrijving, wordt dit bijna vloeibaar. Klopt, ja. Ja, we staan hier nu bij de Lost Gravity in een best wel warme omgeving. Vanmorgen bij de Express waren we er ook, want toen was het best wel koud. En ik was eigenlijk heel erg benieuwd hoe jullie toen omgingen met de weerstand van zo'n, ja, van al die olie en van al die dingen. Want we hebben de Express dus vanmorgen heel vroeg opgestart. Ja. Oh, het is voor mij aardig vroeg. Het is 7:00 ochtends op dit moment. En we zoeken Ron. Die is bezig met het opstarten van de Express. Hij zei dat hij op de lounge track stond, dus ja, ik denk dat we maar gewoon gaan. Hier nou altijd zo vroeg? Ja, vroeg. Jij bent al even bezig, hoorde ik. Ja, we zijn al eventjes bezig, ja. Zo. Dit is volgens mij de pushercar, of niet? Dit hele stuk, ja. Ja, je bent hem nu even aan het opstarten, aan het controleren. Ja, we zijn even aan het controleren, ja. En hoe vaak doen jullie dat? Elke ochtend. Elke ochtend moet je de pushercar controleren. Ja, maar dat bestaat ook nog eens uit drie delen, hè? Ja. Het eerste deel waar die in haakt. Het tweede deel waar die de haak omhoog houdt. En het derde deel is eigenlijk alleen maar om magneten vast te houden. Eigenlijk is dit bijna een achtbaantrein onder de achtbaan zelf. Ja, hij heeft ook een aparte rails ook, hè? Een aparte baan. En het werkt eigenlijk heel simpel. De trein komt aanrijden, wordt stilgezet, haakt hierop in. Ja. En deze schiet dan belachelijk snel die kant op. En dit moeten jullie ook opwarmen 's ochtends? Ja, klopt. Zullen we gewoon lanceren? Ja, als jij eraf bent dan. Nee, we gaan eerst even naar het einde lopen. Eerst even naar het einde lopen. Even de controle afmaken. Ja, moeten we even controleren of het helemaal goed is natuurlijk. Ja. Dus kom mee. Zet hem niet aan, hè, nu? Nee. Nee, precies. Nee, wat we doen is even de statoren controleren. Ja, en waar let je dan op? Nou, er zit een folie overheen. Ja. En dan kun je gewoon zien als er schade op zit. Dan weet je dat er wat tussen de magneten hebt gezeten. En dan moeten we op onderzoek uitgaan. Dus zolang we geen schade zien, dan is het goed. De magneten van de trein zitten hier omheen. Ja. En die zorgen dus dat hij hem lanceert. Ja, want je zet hier stroom op. Het is plus, min, plus, min. En dat trekt die kar aan. En die neemt je trein natuurlijk mee. En gebeurt dat altijd op dezelfde snelheid? Ja, de lounge monitort continu de snelheid van de trein. Ja. Dus mocht hij niet de gewenste snelheid behalen, dan geeft hij een beetje gas bij. Heeft hij de snelheid wel behaald, dan geeft hij geen gas. Dus eigenlijk vanaf dit stuk stopt de lancering. En dit is gewoon op het restje, mocht hij toch te langzaam afremmen. Afremmen. Ja. Want dat kunnen deze dingen ook, hè? Die kunnen ook afremmen, toch? Die kunnen ook afremmen, ja. Ja. Dus we moeten even door nog dat laatste stukje, hè? De lounge is goed gekeurd op de oog. Dus we kunnen hem gaan oppompen. Ha, de magische machinekamer van Express. Dat klopt helemaal. Hier komt het stroom binnen. Ja. Knopjes. Die komt binnen en gaat er ook weer uit. En dit is waar het gebeurt. Dit is het hart. Dit is het hart. Het is het brein. En dit is alleen maar puur lounge. Dit is alleen voor de lounge. Dus dit is deze enorme kastenruimte. Dat is denk ik zo'n 10 meter breed. Ja. Of 2,5 meter hoog. Is alleen maar voor de lounge. Dit is alleen voor de lounge, ja. En dit is, wow, het is best wel groot allemaal. Ja, is toch? Maar je hebt natuurlijk ook veel elektronica nodig om van baan operationeel te krijgen. Nou, laten we hem aanzetten. Dan gaan we eens even oppompen. Oppompen. We zetten 1000 volt op de lounge. 1000 volt nu? Met 2200 ampère. Wow. En dat ga je nu... Dat zijn de enorme... We staan bij de rode trein van Express. Hey, wat mij opvalt, het is hier best koud. Ja, het lijkt alsof we buiten staan, hè? Lijkt net alsof we buiten staan, inderdaad. Je hebt de trein al gecontroleerd. Wat heb je er allemaal aan gedaan vandaag? Nou, de treinen controleren natuurlijk op de rem vinden. Ja? Alle draaiende delen, alle beweegbare delen. Schouderbeugels zijn belangrijk. En natuurlijk de wielen. En natuurlijk de wielen, ja. Want volgens mij zit daar olie in. Nee. Nee? Nee, we rijden met vet. Met vet? Ja. En vet is nog stroperiger dan olie, volgens mij. Dat klopt. En daarom is het heel belangrijk dat je warm rijdt met zo'n trein.
juist dus omdat het zo stroperig is, moet je die trein echt een paar keer echt door de baan doen. Maar scheelt dat zoveel? Ik kan me niet voorstellen. Dat kan echt heel veel schelen. Ja? Dat zul je verbazen. Hoeveel secondes daarvan afgaan. Kunnen we dat ook testen? Dat kunnen we zeker testen. Want er staat volgens mij, de blauwe trein staat volgens mij, de paarse trein staat in paarse de station. Trein, ja. Zullen we die gewoon een paar keer lanceren? Zullen we dat doen? Ja, als dat mag voor jou. Ja, dat lijkt me leuk. Moet jij nog wat testen of is alles veilig? Nee, alles is al getest. Ja? Alles is gecontroleerd, de trein is goed bevonden. Nou, dan staat de rest ons niks om gewoon die trein door die baan te gooien. We gaan erin. Dat gaan we doen. En die lounge die laten we nu testen, dat doen we voor twee dingen, toch? Ja, we gaan een warm rijden. Ja. Dat is sowieso belangrijk. En we moeten natuurlijk luisteren. Luisteren. En waar luister je naar dan? Naar rare geluiden. Rare geluiden. En ik denk dat jij het wel leuk vindt om te lanceren. We hebben hier drie verschillende. Ja. Laag, midden, hoge snelheid. Ja. En hier is de lancering. Mag ik hem indrukken? Jij mag alle drie de functies doen. Dus als ik hem nu indruk, dan gaat die lijnen. Ik vond mij net al snel gaan, maar ik ben benieuwd hoe snel die nu nog gaat. Sneller, ja. Voel iets dat onder zo'n knopje dat ding te lanceren. Nou, Danny, ben je er klaar voor de laatste stap? Ik mag hem op hoog zetten. Hoog, ja. Dan gaan we. 3, 2, 1. Dat is zo'n geweld, joh. Wat van een hadden geluid en die snelheid waarmee die pushercar weggaat. Er zit natuurlijk geen trein op. Even check, we hebben de trein gecontroleerd, de lounge is warm. Klopt. Stroom staat erop. We kunnen hem nu lanceren. Nee, nog niet. We gaan hem even op hoge snelheid zetten. Ja. Want anders is de kans dat de trein de baan niet haalt, die is aanwezig. Ja, want wat mij ook opvalt is dat de computer hier zo echt meet hoe warm het is. Het is op dit moment buiten 14 graden. De windsnelheid en de windkracht. Dus en je kunt veel bekijken. Dus dan automatische modus aan. En dan zijn we er klaar voor. Ik zie twee groene knoppen branden. Dat is denk ik meestal een goed teken. En jij mag ze indrukken. Mag ik ze indrukken? Ja. Dan gaan we. En hoe snel ging die? 69 seconden. Oh, is maar dat goed? Nee, dat is nog niet snel genoeg. Dus we gaan hem nog een paar keer lanceren. Nog een paar keer lanceren? Ja. Let's go. En? Wat was dit rondje? 65 seconden. Oh, dus dit is al best wel wat af. Dat scheelt alweer een paar seconden, ja. We moeten hem nog een paar keer lanceren. Ja, we doen nog in ieder geval één keer. De Express is bijna opgestart. Het laatste testrondje hebben we nu gehad. Hoeveel seconden is hij nu? Hij is nu 63, dus dat is een mooie rondetijd om de attractie vrij te geven. Dus jij geeft hem vrij zo aan het operationeel personeel. Dat betekent dat wij er vandoor moeten. Dan doen we zo nog even een rondje voordat het publiek komt, toch? Dat lijkt mij wel een goed idee. De dag zit er bijna op. De achtbaankarretjes zijn warm gereden. En we hebben de meetresultaten van Walibi gehad. Over alle rondetijden van de dag. En die komen nu in beeld. Wauw, dat scheelt bij Express nog best wel veel, hè? Ja, precies. Daar begonnen we natuurlijk vanochtend vroeg. Dan was hij 69 seconden, het allereerste ritje. Ja, en nu zie je aan het eind van de dag bijna 59. Dat scheelt echt heel scheelt veel. Echt heel erg veel. En als we het dan heel goed bekijken, zien we dat bij alle achtbanen het wel 3, 4, 5 seconden scheelt soms. Ja, en dat komt dus echt omdat het gedurende de dag warmer is geworden. De buitentemperatuur is hoger. Maar dus ook het olie en het vet in die lagers, dat is veel minder viskeus geworden. Minder weerstand en daardoor dus snellere tijden. Ik zie wel één probleem. Ja, er ontbreekt nog één getal, hè? Ja, van Untamed. We hebben daar de rondetijden vanmorgen ook van gezien. Ik denk dat we hem gewoon nog even moeten doen. Laten we dat doen. Dan meten we hem en dan hebben we alle rondetijden gezien. En dan hebben we dat onderzocht of een achtbaan nou echt zoveel sneller gaat. En dat antwoord is ja, maar hoeveel dat scheelt bij Untamed, dat gaan we nu opmeten.
dit nou een leuke video? Doe dan je blauwe duimpje omhoog. Subscribe to Theme Park Science. En nou, heb je nou nog een leuk onderwerp? Laat het ook even weten in de comments. Ik heb hem genoeg gedaan. Einde van de dag, perfect warm genoeg.